Hoi, ik ben Laura Ponticorvo en ik laat jullie in deze video zien hoe ik mij iedere ochtend opmaak. Als eerste begin je natuurlijk altijd met een dagcrème. En die smeer ik gewoon lekker uit. Eén tip van mij, kies een crème met een factor. Ik gebruik twee verschillende foundations. Eentje van Jane Iredale, de Body Shop, de matte clay. Eén wat lichter, één wat donkerder, zodat ik het mooi kan mengen. En dan is het net wat natuurlijker dan dat ik één kleur gebruik. Foundation. Het is altijd wel iets bruiner, vind ik persoonlijk altijd wat mooier. En de poeder is ook van Jane Iredale. Ik moet dan weer een nieuwe gaan bestellen. Ik heb er wel een handje van dat ik eruit kan zien als een glimbal. Maar dep ik het. Dan pak ik altijd nog een wat kleiner penseel. Goed, we gaan verder met shapen. Tourpalet. Je moet eigenlijk gewoon kijken naar je schaduw. Je kin iets omlaag doet. En in de spiegel kijkt, zie je je natuurlijke schaduw. Ik plaats hem altijd eerst. En dan doe ik hem naar boven. Heel belangrijk dat ik ook altijd onderkant meeneem. Blend het wel goed uit. We gaan nu verder met de wenkbrauwen. Zoals jullie zien heb ik al best wel aanwezige wenkbrauwen. Die zijn geverfd, dus de kleur zit er in principe goed in. Gaten die niet volledig zijn gevuld, dus die vul ik gewoon op. Goof-proof brow pencil van Benefit. Deze is echt super chill. Dan heb ik hier heb ik gewoon geen haar, dus daar moet ik het opvullen. En dan trek ik hem naar beneden. En dan ga ik langzaam naar het midden en uitborstelen. Ik vind wenkbrauwen altijd heel moeilijk. Je hebt soms echt een wenkbrauwdag, dan gaan ze echt in één keer heel goed. Ik vind ze voor nu wel oké. Van Benefit, de Ready Set Brow. Ik ga nog heel eventjes onder mijn wenkbrauw highlighten. Pak ik de gouden. Sorry. Heel open, heel bright, heel vrolijk en heel verzorgd. De Renaissance van Anastasia. Het is echt een geweldig palet. Ik gebruik, ja, eigenlijk gebruik ik altijd twee dezelfde. Zo. Yes. Dan pak ik wat lichter op mijn ooglid. En daar moet je dan normaal een ander penseel voor gebruiken. Af en toe, maar ook af en toe niet. Nu gebruik ik gewoon hetzelfde. Ja. Ja. Zo vind ik het wel goed. Dan heb ik een koolpotlood van L'Oreal. Oh, gemis. Als je een liquid eyeliner gaat zetten, ga ik altijd eerst een koolpotloodje eyeliner zetten. En dan is het eigenlijk een kwestie van hoe kinderen dat ook heel makkelijk doen, overtrekken en dan heb je altijd een hele mooie eyeliner. Liquid eyeliner van The Body Shop. Ik heb mijn oog altijd strak en dan plaats ik een eyeliner. Dat werkt gewoon heel chill voor mij. En hij zit. Ik heb echt de geweldigste mascara ever ontdekt. L'Oreal Baby Roll heet die. Wat ik mezelf ooit heb aangeleerd is niet om mascara zo op te doen. Maar ik plaats altijd de spiegel onder me. Zo opdoen. Want op een of andere manier als je dus je spiegel onder je plaatst. Pak je echt vanaf de wortel al je wimpers. En heb je gewoon langere en vollere wimpers. Dan als je het zo doet. Ik kies ook altijd voor een onderwimper. Ook altijd nog één extra laag. Yes. Dan gaan we verder met highlight. Blush is iets wat ik nooit gebruikte en echt sinds de laatste 3 maanden of zo voel ik het helemaal. En daar vul ik mijn lippen aardig mee op. Even dubbel checken. En volgens mij ben ik dan klaar.